Nieuwenburg. Laudrup. Kanu. Winter. Neemt heel veel risico. Afgejaagd door Choutang. Van der Leur met de kans om te scoren. En Grim voorkomt dat. Winter verliest het duel van Choutang. Van der Leur profiteert, maar niet voldoende. Goed gekiept van Grim. Kanu. Valgaren. Kanu. Voor de tweede keer dit seizoen in de basis bij Ajax. Knopper, dat is een goede beweging. Valgaren geeft rugdekking aan Luipers. Maar Luipers had al tegen de spelregels gezondigd. Vandaar deze vrije trap. Witsche. Nieuwenburg. Rutsch. Herkansing Nieuwenburg. Van der Leur. Laudrup. Nieuwenburg. Goed gespeeld, Nieuwenburg. Baglas ineens. Drie grassprieten ruimte had de Griek, maar toch schoot hij op het doel. Goed ingespeeld en goed ingedraaid door Nieuwenburg. Leijen! Leijen! Kanu. Witsch is de vrije man en is behoorlijk vrij ook. Kan natuurlijk zelf goed schieten, heeft ook een goede actie. Krunkjer. Van der Leur en eindstation Kalas. Luipers. Kiwu, twee koppen kleiner. Springt Peters in zijn nek, vrije trap Roda. 10 minuten nog in de eerste helft. Van der Leur waagt het van afstand. En geen verkeerde ook zeg. Poeh. Dan moest Grim even gestrekt naar de hoek. Dit levert Roda deze hoekschop op. Ook weer Van der Leur. Witsche. Maglas verdedigd door Dominique. Overtreding van Dominique. Voordeel Ajax. Nieuwenburg met Rutsch. En dan toch een vrije trap. Dan krijgt Rutsch geel. Dat is flauw. Dat is absoluut geen geel. Maar kennelijk moest er iemand hangen. En dus is het Rutsch, de arme Rutsch. Dominique. Peters. Choutang. Een minuut of 7 nog in de eerste helft. Waarin Roda absoluut niet de minder is van Ajax. Savarin. En Savarin met kans op de 0-1. En weer is het Grim die Ajax voor een tegengoal behoedt. Dat is de derde keer al. Beste kansen in de eerste helft. Absoluut. Voor de bezoekers uit Limburg. Hier nog eens geïllustreerd door de redding van Grim op de mogelijkheid van Savarin. Corner van der Leur. Peters en weer Grim. En dan van de doellijn getrapt door Nieuwenburg. Hij had het moeilijk in het begin als opvolger van Van der Sar. Maar staat tot nu toe voortreffelijk te keepen. Fred Grim. Maglas. Maar dat telt niet bij sport. Maglas draait weg van Valgaren. Maglas nog altijd. Wie steunt hem, wie helpt hem? Krunkjaar. Corner Ajax. Eerste corner, dat zegt alles. Na 66 minuten wedstrijd in de arena. Witsche. Krunkjaar. En Winter. En het zet de wedstrijd volledig op zijn kop. Maar dat heeft Roda aan zichzelf te wijten. Die hadden er al 4 of 5 moeten maken. En Ajax doet nu voor uit de eerste kans hoe dat moet. Uitgerekend de verdediger Winter. Maar het is wel 1-0. Choutang. Daar komt Peters. En die gaat er toch in. Ja hoor. Dik en dik verdiend. Prachtige goal van Peters. Zijn 5e van dit seizoen. Een aanval uit het boekje. Prachtige strakke voorzet van Choutang. Klassiek. Met de kop binnengeslagen via de onderkant van de lat. 1-1 na 72 minuten. Savarin proeft Piqué af. Choutang wil de bal en wordt weer afgetroefd door Winter. Die wat meer aanvallende impulsen nu ontplooit.
van Berto. En dat heeft Ajax nodig ook. Winter weer. Maglas achter zijn man vandaan. Van Berto. Van Berto gaat neer. Goal vindt het. Geen vrije trap. Geeft zelfs Van Berto geel voor een fopduik. Beetje overdreven misschien de reactie van Jol op de valpartij van Van Berto, die dat niet met opzet deed. Tjoetan. Jol onderbreekt de wedstrijd, want hij wordt uitgescholden door een deel van het Amsterdamse publiek. En al eerder in de competitie pikte hij dat niet. En dat doet hij nu weer niet. Hoewel hij laat doorspelen, toch. Hij heeft wel een signaal afgegeven. Nog één keer en dan is het afgelopen. Peters, Savarin, Tjoetan. Savarin. Oh, mooie actie, Savarin. En nu terugleggen die bal. Dat doet hij, maar hij gaat er niet in. Dat Roda hier niet dik voor staat in de arena, dat heeft de ploeg aan zichzelf te wijten. Zoveel kansen. En er nog maar één gemaakt hebben. Witsche. Witsche. Arveladze. Voordeel Ajax. Vrije man is Nieuwenburg. En gaat Ajax dan toch nog half op de winst. Valgaren. Krunkjaar. Arveladze, Van Berto en Knopper. Witsche. Van Berto. Draait weg van Rutsch. Goeie bal voor de goal langs. En dat was bijna Arveladze. Maar het zou onverdiend zijn geweest. Kiwu. Piqué. Savarin, Dominique, fout van Piqué. Tjoetang, die een hele goede wedstrijd speelt. Overtreding, Winter. En Tjoetang denkt dan dat Winter geel moet hebben. Maar hij krijgt hem zelf. Maar dit was inderdaad een overtreding, rijp voor geel van Winter, een doorgebroken speler. Maar Tjoetang vraagt erom en krijgt hem. En dat is ook wel een beetje, boontje komt om zijn loontje. Tot nu toe nam Van der Leur alle vrije trappen, maar deze lijkt voor de linkstrappende Luipers. Of doet Van der Leur het toch weer? Ja, wel ingewikkeld hoor. Grim voor Valgaren. Jacobs, Peters, Tjoetang. Die heeft de winst op de schoen. Tjoetang wordt vastgepakt door Kiwu, die krijgt rood. Zo is het ook. Hij weet het, hij kijkt naar Jol. Rode kaart voor Kiwu, die kon niet anders. Tjoetang haalt de 2-1 op de schoen. En de jonge 19-jarige Roemeen moest dit in het ploegbelang wel doen. En het zou niet meer dan terecht zijn als Roda deze vrije trapper inschiet. En Luipers doet dat! Eerder deed hij het op Spangen tegen Sparta en hij baalt natuurlijk als een stekker. Want zijn actie die rood opleverde heeft dus uiteindelijk geen zin gehad. Luipers schiet de vrije trapper briljant in. En zelfs de beste Ajax-ziet van vanavond, Grim, heeft daar geen antwoord op. En zo is er dus toch nog gerechtigheid. Want Roda wint dik en dik en dik verdiend met 2-1 van Ajax.